ik denk dat je in deze onzekere periode, hebben wij ons natuurlijk de afgelopen maanden afgevraagd wat er allemaal op de club af zou gaan komen. Heel veel onzekerheid is er op dit moment natuurlijk, zowel voor supporters als voor de sponsoren. Wat gaat er gebeuren, wanneer mogen we weer gaan voetballen? En op het moment dat je hoofdsponsor dan contact met je opneemt of inderdaad dat je met elkaar in gesprek gaat, dan verwacht je terug te gaan kijken over het afgelopen seizoen en hoe we daar met z'n allen mee om willen gaan. Maar eigenlijk gedurende gesprekken ontstond een ontzettend goed gevoel richting elkaar, waarin we niet alleen hebben kunnen zeggen dat we afzien van een tegemoetkoming over het afgelopen seizoen, maar dat we zelfs het contract hebben opengebroken en hebben verlengd met het seizoen. Ja, dat is natuurlijk een uitkomst waar je ontzettend blij mee bent als club zijnde. Het sportieve vlak hebben we natuurlijk mee mogen maken tot ze van de eerste divisie naar de eredivisie gingen. Op het zakelijke, onze naamsbekendheid is door het land wel goed opgepakt. Daardoor zijn er toch nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen waar we heel erg blij mee zijn. En we ook hebben kunnen laten zien toen we maatschappelijk een beetje betrokken zijn door de samenwerking met de betrokken Spartaan. Ik verwacht dat het opgepakt wordt, dat het steeds groter wordt. En het wordt ook gewaardeerd door de stadsbestuur, die zeggen van joh, je maakt op bruggen tussen Schiedam en Rotterdam. DNS is een van de grootste vastgoedspelers in Schiedam. We doen veel aan verhuringen, maar ook herontwikkeling van bijvoorbeeld de Hoogstraat. Dus niet weg te denken. Mooi dat ze die sponsorstap destijds hebben gemaakt. DNS is een Schiedamse bedrijf, nu al geruime tijd sponsor. En DNS wil ook graag dat die maatschappelijke activiteiten verder uitgerold worden en uitgebreid worden. En dit contract maakt dat voor de toekomst nog meer mogelijk. Dus we zijn er heel positief over. We zitten natuurlijk in een wereldwijde crisis, durf ik wel te zeggen. En op het moment dat de hoofdsponsor van Sparta Rotterdam op zo'n moment laat weten dat hij graag het sponsorschap van Sparta Rotterdam wil verlengen, opwaarderen. Dan is dat een ontzettend belangrijk signaal voor de club, voor fans en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt.